Afgelopen weekend werd in IJsselstein de jaarlijkse SGW eventingwedstrijd gehouden voor paarden en ponies. Nou was die zaterdag niet echt een ideale dag voor zo'n evenement. Ja, qua weer hebben we echt geen geluk gehad zaterdag. De wedstrijd heeft wel doorgang kunnen vinden, dus we hebben alles kunnen verrijden. Dus de wedstrijd op zich heeft er geen last van gehad. We hebben natuurlijk een stuk minder bezoekers gehad. De deelnemers zijn erg nat geworden, wat de sfeer toch wel beïnvloedt. En het parkeren was erg moeilijk, omdat veel mensen zich vastreden in de modder. Gelukkig was de zondag een stuk mooier en dat leverde wat meer publiek op. De wedstrijd, eventing, is eigenlijk heel divers en tamelijk spectaculair om te zien. Eventing is een onderdeel van de paardensport waarin er dressuur gereden wordt, gesprongen wordt en een cross-country parcours wordt afgelegd in de bossen. Uiteindelijk wie de minste strafpunten over deze drie onderdelen haalt, die wint de wedstrijd. Wat vind je van zo'n eventing? Ja, dat is het leukste wat er is. Hè? Het is mooi veelzijdig en paarden vinden het fantastisch. Als je alles voor elkaar hebt in de dressuur, dan is het echt heel makkelijk om zo'n rondje te rijden. En je bent de hele dag op weg. Dus het is altijd een uitdaging, hè? Waar kom je vandaan? Asten. Ja, de deelnemers komen echt uit heel Nederland. Deze samengestelde wedstrijden worden niet regelmatig georganiseerd. Dus als ruiter om SGW te rijden, moet je heel Nederland door. Wij hebben binnen onze vereniging veel samengestelde wedstrijdliefhebbers. Maar over het algemeen is het minder bekend als het dressuur of het springen. Het mag dan minder bekend zijn, maar cross-country is wel het meest spectaculaire onderdeel van de SGW, de samengestelde wedstrijden. Een van die onderdelen is de waterbak. Altijd mooi om te zien. Ja, alle deelnemers doen zowel de dressuur, het springen als de cross-country. Dus we hebben in totaal 365 deelnemers die alle drie de onderdelen doen. Tenminste, als ze in het springen uitgesloten worden, mogen ze geen cross meer rijden. Maar als het allemaal naar wens gaat, doen ze alle drie de onderdelen. Ondanks de verregende eerste dag was de organisatie toch zeer tevreden over het verloop van de beide dagen. Er was dan ook veel meer te doen dan alleen springen en cross-country voor gevorderden. Ja, wat denk ik wel bijzonder is dat wij gisteren voor de ponies het KNS-kampioenschap, dus de Nederlandse Bond, het Nederlands kampioenschap hebben verreden, waarin we vier kampioenen hebben mogen huldigen. Daarnaast is het de finale wedstrijd van de Bavaria-trofie. Dat is een trofie die over meerdere wedstrijden verreden wordt. En onze wedstrijd is uitgekozen als finale wedstrijd. Dus het is extra spannend voor een aantal ruiters om te kijken of ze in die ranking hoog starten. En we hebben gisteren een Bixie-middag voor de allerkleinste gehad, die nog geen officiële wedstrijden rijden, maar die met de over heel laag, makkelijk niveau voor het eerst in aanraking komen met de samengestelde wedstrijdsport. We gaan kijken naar het vaststuk van de kooi. Gaan we op de baan voor het tunnel. Vanaf is van 5-1 voorwaarts.